Daar zijn we weer met de nieuwe FIFA Mobile video. Ik probeer namelijk een zo ziek mogelijk team te maken in FIFA Mobile. Tot nu toe gaat het best wel prima, maar vandaag gaan we echt de stappen zetten. Want ik ga namelijk een nieuwe beste speler krijgen voor in mijn team. En die ga ik gratis krijgen. Het staat waarschijnlijk ook al in de titel. Maar dat is toch wel heel nice. Want ik heb ondertussen een team van 81 rated. Nog niet extreem goed, maar het gaat langzamerhand de goede kant op. Maar om een goed team te krijgen moet je natuurlijk betere spelers toevoegen. En laat het nou zo zijn dat je gratis Mbappé kan krijgen als je 7 dagen online bent gekomen. Volgens mij achter elkaar. Ik weet het niet helemaal hoe dat zit. In ieder geval, ik kan hem nu gratis claimen. 86 rated Mbappé. Hoe nou is dat? Dat is toch echt insane. Ik zal hem meteen claimen. En dan gaan we eens kijken of we misschien Mbappé nog verder omhoog kunnen upgraden. Maar dat is wel echt heel nice. Want mijn team gaat dan sowieso omhoog. Kijk, ik kan deze wisselen. En dan zet ik hier Mbappé neer. Dan moet ik hem wel eventjes vinden. Waarom staat hij hier helemaal achter? Oké, dan zetten we Mbappé daar neer. En boom, heb ik in één keer 82 beoordeling. Dus dat is wel nice. Qua linkjes linkt het nog niet helemaal. Maar dat komt in de toekomst wel. Maar wat is dit lekker. En we gaan natuurlijk kijken of we deze video nog meer upgrades kunnen doen. En misschien nog meer betere spelers in mijn team kunnen toevoegen. We gaan het allemaal zien. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash dan een duimpje omhoog. 1000 of 2000 likes. Het zou heel nice zijn als het gaat lukken. En abonneer natuurlijk. Blijf je op de hoogte van mijn FIFA Mobile, voetbalvideo's. Dat soort video's maak ik op dit kanaal. Maar we hebben nog een skill boost die we kunnen upgraden. Waarschijnlijk is die dan gelinkt aan Mbappé. Inderdaad het geval. En het chill is van dit soort skill boost. Zeg maar elke keer als je hem upgrade gaat dan Mbappé 1 algemene rating omhoog. En dan krijgt hij 2% extra behendigheid. Balans, dribbelen. Jullie zien het daarboven. En ik kan best wel wat upgraden. Dus dan heb ik hem nu gewoon even wat ratings hoger. Dat staat ook als je hier kijkt. Dan staat er nu. Oh, het staat nu plus 2. Omdat hij niet de perfecte positie heeft. Maar als ik hem op een perfecte positie heb staan, staat er plus 3. Maar oh, dit is toch al heel chill. We gaan trouwens ook even dagelijkse opdrachten voltooien. Ik heb er al wel wat. Als je gewoon überhaupt online komt, dan verdien je al wat dagelijkse opdrachten. En dan krijgen we natuurlijk allemaal bonussen mee. Ik heb trouwens bijna 1000 edelstenen. Dat is wel nice. Maar we krijgen hier een pakketje. Krijgen we weer mooi wat edelstenen. We krijgen sterkscoren. We krijgen gewoon weer van allemaal verschillende dingen. En hier krijgen we ook een pakketje met 25 edelstenen, 5000 coins en 20 skill moves. En als je dan weer verder gaat, dan krijg je weer grotere rewards. Maar het is toch wel heel chill. Dan kunnen we misschien nog wel weer even een upgrade doen in mijn team. Ja, we kunnen 1 skill boost gaan upgraden. Mijn aanvoerder, Felipe, kunnen we upgraden. Dan is hij weer 1 rating omhoog. Mijn team wordt goed, jongen. Eens kijken of het me zou kunnen lukken. Of ik deze video al gewoon een 83 beoordeling kan krijgen. Ik zit nu op de 82. Met 83, dat zou echt insane zijn als dat gaat lukken. Maar we gaan gewoon even de Fishing Rifles doen. Ik vind dat persoonlijk de leukste game mode. Laat me weten wat jullie vinden. Hier heb ik trouwens nog 75.000 coins die ik kan claimen. Dus dat is ook wel nice. En dan krijgen we zo meteen training. Wat krijgen we nog meer als we wat verder gaan? We krijgen nog skill boost. En nog gewoon hier 100 edelstenen. En daarna gewoon 100.000 coins. Dat is best wel lijp. Maar ik ga in ieder geval even zorgen dat ik die training in XP ga vrijspelen. Want daarmee kan je spelers upgraden. En dan gaan we zo meteen even een aantal spelers upgraden. En dan ga ik kijken of ik mijn team al 83 rated kan krijgen. Dat zou toch insane zijn. Dus we doen even een paar potjes. Eventjes ownen. Want mijn team is ondertussen eigenlijk veel te goed voor hoe laag ik hierin zit. Want je wordt altijd ingedeeld met hoeveel fans je hebt. Nou, ik moet nu tegen een team van 77 rated. Ik heb een team van 82. Dus ik ben zwaar in mijn voordeel. Maar we gaan gewoon lekker kijken of we makkelijk kunnen winnen. Maar kijk, mijn kansen, ik heb echt veel betere kansen. Mijn kansen zijn, ja, je ziet het, goed en zeer goed. En zijn kansen waren een stuk minder. Maar eens kijken, ik ga gewoon vanaf de aftrap proberen te scoren. Dit is trouwens Game Royale, ja, jullie kennen het waarschijnlijk wel. Maar je moet gewoon proberen zoveel mogelijk te scoren binnen 1,5 minuut. Hé, hey, we hebben een penalty. Dat is nice. Boom, in de kruising. Ja hoor. Oh, die zat er toch wel eventjes heel lekker in. Lekker man. Even steekpaasje. En dan boom. Oh no, in de rebound. Ja hoor. 2-0. Oh, dit gaat wel goed komen. Ik ben een beast in FIFA Mobile. En dit is de 3-0. Oké, ik ga even een paar potjes voor mezelf doen. Dan zorg ik dat ik die, boost of upgrade punten vrij speel. Zodat ik spelers kan upgraden. En dat zie ik jullie dan weer. Want die potjes ga ik natuurlijk allemaal wel winnen. In ieder geval, dat hoop ik. Het zou heel ernstig zijn als ik deze potjes niet ga winnen. Oké, ik ga met een lopje scoren. Ah, toch niet.
Was het proberen waard. Oké, ik zie jullie nu echt zo meteen weer. Oké, ik ben maar eventjes door gaan spelen. Ik dacht, als ik dan toch bezig ben, dan ga ik gewoon meteen wat verder. Ik heb ook ervoor gezorgd dat ik skill boost heb vrijgespeeld. Die edelstenen, die 100, had niet heel veel uitgemaakt. Want daar had ik op dit moment niet heel veel aan. Omdat je echt mega veel edelstenen moet hebben, wil je iets kunnen kopen. Maar in ieder geval, die 100.000 coins zijn wel nice. Maar die spelen we binnenkort wel een keertje vrij. Maar we hebben nu dus trainings XP, wat nice is. 10.000 in totaal. Dus dat is wel echt heel veel. En we hebben nog skill boost, waarmee we dus eventueel weer spelers kunnen upgraden. Dat is natuurlijk ook handig als ik mijn 83 beoordeling wil halen. En we hebben hier ook een dagelijkse beloning. Krijgen we tussen de 10.000 en 50.000 munten. We krijgen best wel wat training XP en een weekendkaartje. Met die weekendkaartje kan je volgens mij een soort van weekend league spelen. Maar we krijgen 10.000 coins. Volgens mij is dat was het minste wat je kon krijgen. Oh, dat is wel een beetje balen hoor. Dat is inderdaad een beetje balen. Wilden nog dagelijkse opdrachten? Krijgen we nog wat edelsteden? Altijd chill meegenomen natuurlijk. mijn stem. In ieder geval, dat betekent ook dat we hier mijn dagelijkse beloning helemaal hebben vrijgespeeld. Krijg ik nog 20 edelstenen bij en nog wat coins. En dan weet ik bijna wel zeker dat ik zo meteen mijn team 83 edel kan maken. Dat kan haast niet anders. Dat kan niet zo zijn dat het niet het geval is. Oh, ik heb geen één skill boost die ik kan upgraden. Dat is wel jammer. Ja, ik kan wel skill boost upgraden, maar niet van spelers die momenteel mijn basiself staan. Want niet elke skill boost past bij elke speler. Dus dat is wel een beetje balen. Stel ik doe hoogste algemene rating. Bevestig. Dan heb ik nog steeds 82. Ja, dan moeten we het maar zo doen. En ik kan eventueel spelers upgraden. Want ik heb dus vet veel dingen gekregen waardoor ik spelers kan upgraden. Ik denk trouwens dat ik deze even wil upgraden naar 80. Want vanaf rating 80 kan je zeg maar... Spelers, dan krijgen ze teamgeest. Dan kan je ze met elkaar linken. Dus dat is wel erg chill. En ik heb nog 85 van die 1000 training XP dingen. Dat is niet normaal. Dus ik kan er echt wel wat upgraden. Maar het nadeel is wel dat het vies veel coins kost. Twee ratings omhoog kost gewoon 82.000 coins. Maar dan heb ik hem nu wel 80 rated. Dus dat is chill. En dan linkt hij ook met mijn Premier League spelers. Kijk. Hij linkt met mijn rechtsmidden. Ik moet dit eigenlijk even goed zien te linken. Want nu linkt het eigenlijk net niet. Als ik deze nou daar neerzet. Kijk, daar hebben we nu al... Oh, en die linkt ook nog met Mbappé. Dan hebben we nu 42 teamgeest. Kijk, dit gaat wel langzamerhand de goede kant op. Hebben we trouwens geen andere goede linksachter of een verdediger? Dan kan ik misschien beter Donk daar neerzetten. Stel, ik zet deze hier neer. En dan zet ik op het middenveld... Ja, dat kan ik beter doen. Dan zet ik hier zet ik die speler neer die ik daar net rechts achter... Ja, PC. Die zet ik dan hier neer. Dat is net wat beter. En dan... Oh, joh, dit begint echt goed te lijken. Oké, ik heb hier een Engelse. Dat is nu wel een spits. Maar die linkt, denk ik, perfect met Ødegaard en Mbappé. En ook met die Engelse rechts midden. Dus ik denk dat ik deze ga upgraden. En dan moet ik deze trouwens weer eventjes wisselen. Want die had ik net in de spitspositie... dan zet ik deze er wel weer neer. Top. En dan gaan we die spits die ik nu heb even upgraden. Dan weet ik niet of ik die naar 80 kan upgraden. Maar dat is wel enorm goed voor mijn teamgeest. En teamgeest is erg belangrijk. Want dan heb je in versus gewoon enorm veel voordelen. Maar we gaan eens kijken of dat gaat lukken. Ik heb trouwens al die bronzen spelers en zo. Die kan ik ook wel indienen. En die zilveren ook. Van die gouden... Vind ik een beetje zonde. Nou, die van 70 kan op zich wel. Voor de rest ga ik gewoon lekker bewaren. En dan gaan we nu even kijken hoe ver ik hem kan upgraden. Oeh, dit kost al 124.000 coins. Oh-oh, en als ik hem nog één... Als ik naar 80... Oh, daar heb ik net te weinig coins voor. No! Oh-oh. Ja, ik wil hem wel heel graag upgraden. Maar stel, ik doe hem nu eerst even naar de 79. Ja, dan kan ik hem upgraden. Dan moet ik op de een of andere manier net wat coins voor elkaar krijgen. En dan heb ik hem gewoon 80 rated. Oh, ik heb hem nu... Oh shit, ik mis gewoon nog twee ratings. Ik dacht dat ik hem al 80 hierna kon hebben. Oké, maar dan moet ik op de een of andere manier even zorgen dat ik coins ga verdienen. En dan hebben we in één keer wel echt een beter team. Oh, die wil ik gewoon echt 80 hebben. Die wil ik 80. Ik heb trouwens nog steeds 82 beoordeling. Ik wil 83. Maar ik ga gewoon even fixen dat ik op de een of andere manier ergens wat coins kan krijgen. Ik heb hier, geef 250.000 munten uit. Nou, dan krijg ik ster scoren. En daar heb ik niet... Ja, daar heb je wel wat aan, want je hebt hier namelijk een ster pas. Oké, dit is wel nice. Ik ben dus ondertussen wat verder gekomen in de sterpas. Ik heb hier 10 gewone upgrades. En ik heb nog 15.000 coins die ik kan claimen. Dus dat is chill. Eventueel zou ik hieronder ook nog kunnen claimen. Maar dan moet ik 11 euro uitgeven. Dan krijg ik nog een keer 60.000 munten. En hier nog een keer 75.000. Laat me weten of ik dat moet doen. Of jullie vinden dat ik de sterpas moet gaan kopen. En we krijgen hier nog een keer 15.000 erbij. En hoe kan ik ook nog wat sterpunten verdienen? Ik ga eens kijken of dat gaat lukken. Hier kan je spul 50 skill games.
Donders, dat is wel echt heel veel. Maak 100 doelpunten in wat voor game mode ook. Dan krijg je 30 punten voor. En ik zit momenteel op de 44. Speel een competitietoernooi. Weet je wat? Ik ga proberen die 100 goals te scoren. En misschien dat we in die tussentijd ook nog wat extra coins vrij spelen. Dat we namelijk verder komen in de Division Rivals. Want dan kom ik namelijk in... Ja, dan spelen we die van 120.000 vrij. En dat is 100.000 coins. Dan heb ik sowieso genoeg om de upgrade te doen. Dus we gaan dat proberen. Dan doe ik de camera even uit en dan zie ik jullie zo meteen weer. Nou, ik ben ondertussen een tijdje verder en ik heb meer gedaan dan dat ik eigenlijk zou doen. Maar dat komt omdat ik hier deze opdracht nog even wou vrijspelen. Dat ik 100 doelpunten zou scoren. Nou, en dat is me gelukt. Dus we krijgen nog 30 punten erbij. Dus we verdienen nog meer punten daaruit uit de sterkpas. En daarnaast krijgen we ook nog 100.000 coins. Plus nog 100 edelstenen hier gewoon bij de Fishing Rifles. Dus dat is wel echt nice. Met andere woorden, we gaan sowieso nog upgrades kunnen doen. Ik dacht, als we het doen, moeten we het ook gewoon meteen goed doen. Oké, dan kunnen we deze ook nog claimen. 100.000 coins in de pocket. Die kon ik wel weer goed gebruiken. En waarschijnlijk bij de sterpas kan ik nu ook nog beloningen claimen. Want ik heb dus 30 punten er nog bij gekregen. Oh, we kunnen net niet die 15.000 coins vrij spelen. Maar we hebben in ieder geval 10 skill boosten. Wat natuurlijk ook chill is. Dus misschien met een beetje mazzel dat ik nog eentje kan upgraden. Die 15.000 coins... Ja, daar moet ik nog even voor doorsparen. Maar ik zit echt te twijfelen om hem misschien te kopen. Maar volgens mij is de sterpas nog maar 5 dagen beschikbaar. Dus ik denk dat dat niet heel slim is. Misschien is het handig om de volgende sterpas te gaan kopen. Maar laten we teruggaan naar mijn team. En ik zie inderdaad dat ik skill boosten heb. Maar laten we eerst even deze spelen verder gaan upgraden. Oké, let's go. Ik heb zoveel upgrades. 82.000 coins. Het kost redelijk wat, maar ik heb ervoor gespaard. En dan kan ik hem nu upgraden naar 80 beoordeling. En dat betekent dat we ook allemaal teamgeest erbij krijgen. Want hij linkt inderdaad met Mbappé. En hij linkt ook met mijn rechtsmidden. Dus dat is heel chill. Hij linkt eventueel ook nog met Eudekaart. Zal ik zet Eudekaart hier zo neer? Nee, dat is niet heel veel beter voor mijn teamgeest. Maar hij linkt ook met Eudekaart. Dus misschien dat ik nog wel iets kan fixen of zo, waardoor het nog beter wordt. Maar ik heb nog steeds mijn 82 beoordeling. Dus daar bal ik wel een beetje van. Maar ik heb eventueel hier nog... Nou, die vind ik zonde, want die speler ga ik toch wel uit mijn team verwijderen. Hier, voor mijn spits. Nou, wordt mijn spits nog net iets beter. Even zit hier weer 1 beoordeling meer. En is mijn team nu 83? Nee, weer niet. Oké, ik denk dat het niet gaat lukken. Ik kan misschien nog wel even mijn keeper upgraden. Want ik heb namelijk nu een keeper die niet extreem goed is. En dan kan ik hem upgraden met de coins die ik op dit moment heb. Het is wel een beetje zonde van mijn coins. Er moet eentje minder. Dan heb ik hem nu 72. Dan hoop ik dat dit voldoende is. En anders is het niet anders. Maar mijn team is wel heel veel beter geworden. Dat is één ding wat zeker is. En het is uiteindelijk gelukt. Woejo, de allerlaatste upgrade die ik heb gedaan. En dan heb ik toch nog die 83 beoordeling. Mijn team is echt mega veel omhoog gegaan vandaag. Ik moet alleen nog een keeper van 80+. Een linksachter van 80+. En nog een middenvelder van 80+. En dan heb ik een volledig 80 team. Dat is heel chill. En voor teamgeest is dat ook erg goed. Helemaal in het game mode. Versus is dat gewoon heel handig om gewoon zo'n goed team te hebben. Dan kom je langzamerhand steeds verder. Maar ik ben vandaag erg opgeschoten. Dus dat is mooi om te zien. Maar dat was dit voor deze video. Als jullie trouwens tips hebben voor mij om mijn team nog beter te maken. Laat het natuurlijk weten in de reacties. En dan kan ik misschien via jullie tips nog een beter team maken. Maar dan heb ik eigenlijk tot slot nog mening te zeggen. Dat is natuurlijk, ik zie jullie later bazen. Als je dit nou een leuke video vond. Check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!